dat je kijkt naar ons YouTube-kanaal. En vandaag is het een hele bijzondere dag. Dierendag! Het is dierendag. Ja, en bij ons is het eigenlijk altijd dierendag, zeggen we altijd. Maar we dachten, we gaan dit keer iets leuks doen. Ja, precies. En we hebben al een aantal korte filmpjes gedurende het afgelopen jaar gemaakt. Knutseldingetjes die je voor je kat kan maken of wat je kan doen met je kat. En die hebben we gedeeld op Facebook. Maar daar kijken onze YouTubers niet altijd naar. Nee. Dus we dachten, nou, dat willen we jullie natuurlijk niet onthouden. Dus we hebben we hebben een compilatie gemaakt van die filmpjes. En de bedoeling is dus dat je gaat knutselen voor je kat. Ja, zodat je kat lekker kan spelen. Ja, dus een leuke dierendag heeft. Ja. Nou, we horen wel wat je ervan vindt. En ik zou zeggen, lekker aan de slag en veel plezier met kijken. Ja, veel plezier ermee. En dan tot volgende week. Iedereen kent misschien wel, hoe heet die ook alweer? De kikkeroe van Kong. Ja, van Kong. En zoiets kun je heel makkelijk zelf ook maken, dus dat gaan we je laten zien. Ja. Wat heb je nodig? Kerstsok. Streepjes. Ja. Lege keukenrol. En kattenkruid. Ja, en het is eigenlijk super simpel. Je doet dus de lege keukenrol in de sok. Ja. Helemaal naar neer. giet je er een beetje kattenkruid in. Als je een topje op kan maken. Oké. Okay. Nou, dan een knoop erin, hè? Ja. Easy peasy. Ik kan ook nog aan de andere kant een knoop, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, dat is wel zo goed. Nou, mooi. En dan heb je dus een heel leuk speeltje. Ja, voor je katten. De meeste katten zijn heel blij met een beetje catnip, dus leuk voor de kerst. Ja.